hebben hier een nieuw rode hybride uienras van Hazera. Een van de fabeltjes met betrekking tot rode uien is dat men denkt dat een rode ui op het veld al rood is. Dit is echter niet het geval. Een rode ui kleurt pas in tijdens de bewaring op het moment dat hij afgestorven is. Dit ras is gemakkelijk te bewaren tot januari, februari en is geschikt voor alle ronden. We staan bij een aantal kisten prachtige mooie rode uien van Hazera. Deze uien kenmerken zich door een goede huidvastheid, een hele goede hardheid en wat heel belangrijk is voor rode uien, de mooie rode doorkleuring. Daardoor zijn deze uien uitstekend geschikt voor export naar verre bestemmingen.